De Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020 van het Korps Politie Suriname houdt instructiebijeenkomsten met ordehandhavers uit de diverse districten. Dat meldt het NII in een persbericht. De kick-off voor deze bijeenkomsten is afgelopen zondag gegeven in Brokopondo, vertelt politiecommissaris August van Gobbel. Hij is voorzitter van de verkiezingscommissie van het KPS en lid van de Commissie Veiligheid Verkiezingen 2020. Maandag zijn de leden van de ordendienst uit Paramaribo geïnstrueerd en beëdigd. De personen die als lid van de ordendienst zullen werken op de stembureaus worden beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Zij zullen de politie bijstaan met de ordehandhaving. De bevoegdheid van de buitengewoon agenten van politie verloopt direct na de stemming op 25 mei.